Hey Amazon Leeuwen, vraag jij je af hoe je al die producten van China naar Amerika moet krijgen? Ik krijg namelijk die vraag van een hele hoop andere mensen ook en daarom leek mij het in ieder geval verstandig om daar even een heldere video over te maken, zodat het voor jullie allemaal duidelijk is hoe je nou die producten van China naar Amerika krijgt. Oké okay, jongens, ik ga jullie beloven dat ik het vandaag kort ga houden, zodat het voor jullie allemaal nog wel behapbaar blijft. Uh, voordat ik het hele verschepingsproces ga bespreken, uh, wil ik eerst even nog wat uitleggen over hoe jij afspraak moet maken met je fabrikant. Omdat dit heel erg veel te maken heeft met hoe je je producten precies gaat verschepen. Als je namelijk een fabrikant contacteert, spreek je een bepaalde prijs af. Uh, deze prijs die hangt natuurlijk ook af van hoe jij onderhandelt met de fabrikant. Maar het hangt er ook van af wat voor afspraken jij maakt wat betreft de levering. Je hebt namelijk verschillende soorten van type codes die horen bij een bepaald soort levering. Dus je hebt bijvoorbeeld EXW, wat inhoudt dat de fabrikant alleen de producten maakt en voor jou op de fabrieksvloer achterlaat. Ook heb je FOB, wat betekent Free on Board. En dat betekent dus dat de fabrikant eigenlijk vanaf de fabrieksvloer de producten nog naar de haven moet brengen. En dat ze daar dus ook nog verantwoordelijk voor zijn. Jij zult het dus met je fabrikant moeten afspreken. En uiteindelijk uh, ligt het dus ook aan. Wat je afspreekt, uh, uh, hoe dat dan precies in elkaar steekt. Dus er zijn gewoon een hele hoop van die codes, zoals dat EXW, FOB. Nou, ik heb ze hier even in het beeldscherm nu voor jullie. Uh, allemaal duidelijk even op een rijtje staan. Zodat je even de video op pauze kan zetten. En even kan kijken hoe het nou precies in elkaar steekt. En wat je uiteindelijk moet kiezen. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook afspreken in theorie. Dat de uh, fabrikant voor jou. Alles doet qua levering. Dus dat ze de uh, spullen ook maken. Maar uiteindelijk ook echt helemaal verschepen naar Amerika. Dat raad ik absoluut niet aan. Omdat ze vaak hogere kosten rekenen dan een verscheper dat voor jou kan doen. En daarnaast, het is niet hun expertise. Dus er kan ook een hoop misgaan. De communicatie is veel stroever. Dus ik zou je gewoon aanraden om gewoon met een verscheper te gaan. En zo'n verscheper, wat is dat dan precies? Dat noem je ook wel een freight forwarder. En die verscheper, die uh, huur je dus eigenlijk los in om voor jou de producten te verschepen. Wat ik dus aanraad is om met je fabrikant FOB, dus free on board, af te spreken. Zodat de verscheper eigenlijk de producten van jou komt ophalen bij de haven. En vanaf de haven naar het Amazon Warehuis verschept. Nou hoe dat allemaal in elkaar zit met dat verschepen, eh, hoe je een quote aan moet vragen. Dus dat je weet hoeveel het gaat kosten. En ook hoe je het allemaal moet afstemmen met zo'n uh, zo verscheper. Dat is allemaal nog best wel even uh, wat ingewikkelder. En daarom wil ik dat ook even duidelijk laten zien aan de hand van uh, mijn scherm wat ik hier voor me heb. Ik zit hier namelijk op de website van Flexport. Het is een vrij grote en bekende verscheper. En daarom vind ik het mooi om als voorbeeld te gebruiken. Hun platform is heel duidelijk naar mijn mening. En ze, hebben ook, uh, ja, ze zijn dus echt een groot internationaal bedrijf. Ze hebben zelfs een Nederlands kantoor. Dus je kan zelfs met een Nederlander spreken, eventueel. Ja, het, werkt gewoon, uh, het werkt gewoon heel erg goed. Ik heb er zelf ook een keer mee verscheept. Inmiddels verscheep ik ook met andere partijen. Maar dit is in ieder geval wel een uh, goede partij. Zeker als je een uh, beginner bent. Nou, dit is eventjes gewoon de, de, de hoofdpagina van de website. Uh, waar, waar je ook nog inderdaad kan klikken op why Flexport, our vision, our tech platform, our service model. Ga ik nu niet allemaal bespreken. Ik ga gewoon even mijn persoonlijke ervaring met jullie delen wat betreft Flexport. Dus ik heb hier ook even ingelogd. Dit is de omgeving van Flexport. Als je uiteindelijk een quote wil aanvragen, kun je dus uh, aangeven wat voor soort uh, quote je wil aanvragen. Dus hier vliegtuig. Uh, per vrachtwagen, nou dat is in dit geval niet mogelijk want je kan niet met de vrachtwagen over het water natuurlijk uh, of uh, per boot, dus dat kun je allemaal uh, aanvragen, je kunt hier uh, locaties doen um, dus je kunt hier gewoon verschillende locaties instellen ook gewoon je eigen locaties um, voor de rest uh, alle standaard dingen dus natuurlijk billing en uh, jouw eigen bedrijf en etcetera maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind is dat je bij overview heel duidelijk, kijk hier heb je een kaartje en op dat kaartje kun je heel goed zien uh, waar jouw uh, verscheping op dat moment is. En zeker als beginner vond ik dat heel prettig. Dat ik gewoon wist van, oké okay, op deze plek is nu uh, mijn, uh, mijn shipment. Mijn, zijn er nu mijn goederen. Hoe het vaak gaat is, hier in China ga je het per boot uh, verschepen. Dus vaak wordt er dan in de haven worden de producten op de boot gezet. En gaan ze met de boot richting Amerika. Ze kunnen in principe om... Uh, heel Afrika heen varen. Dat doen ze vaak niet. Vaak steken ze hier gewoon gelijk over naar de West Coast in Amerika. En daar wordt het dus eigenlijk ontvangen. Dus daar wordt het op een vrachtwagen ook gezet. En vervolgens naar de, het Amazon Warenhuis uh, gestuurd. Maar hoe weet je nou welk Amazon Warenhuis jij moet hebben? Want er zijn een hele hoop in Amerika. Nou, dat komt allemaal uh, kijken in de Amazon Seller Central omgeving. Dus die heb ik hier ook even voor me. En wat ik dus doe is ik ga hier naar uh, manage inventory dus bij inventory manage inventory vervolgens ga ik naar uh, klik hier op dit product deze vind ik even aan die staat nu even op inactive out of stock maar daar moet ik uh, inventaris naartoe sturen dus ik doe hier send replenish inventory dan kom ik eigenlijk automatisch in een scherm waarbij ik dus kan aangeven create a new shipping plan or add to an existing shipping plan ik wil een nieuw shipping plan ik klik hier aan ship from dus je kunt dat wat ik aan zou raden is om een adres in Amerika te kiezen dichtbij het warenhuis wat je graag zou willen hebben omdat Amazon gaat kijken op basis van waar jij vanaf waar je het gaat verschepen wat het handigst is en sommige warenhuizen zijn nou eenmaal wat goedkoper dus ik zou er gewoon eentje aan de west coast kiezen gewoon een adres aan de west coast zodat je meer kansen hebt dat je daar ook een warenhuis gaat krijgen want dat kan de kosten anders nogal oplopen hierbij moet je kiezen individual products of case packed products ik zou. Uh, wij verkopen altijd case pack products. Omdat je dus niet losse verschillende producten in een doos gaat doen. Maar echt gewoon één product en dat in dozen. Dus dan druk je hier case packed products aan. Doe je vervolgens continue shipping plan. Dan moet je hier aangeven hoeveel stuks het moet zijn. Nou, in dit geval uh, zeg ik eventjes uh, 10 stuks. En weer 10 stuks. Dus 10 dozen van 10 stuks is dus 100 stuks. Druk je hier op continue. En dan willen ze hier nog weten van hey um, wil je nog dat we iets aan de verpakking doen nou in dit geval willen we uh, no prep needed dus want we hebben alles al goed in orde gemaakt druk je hier op weer continue uh, nou verder geen labeling hoeft ook niet te gebeuren en wat je dan eigenlijk krijgt is dat uh, amazon gaat voor jou kijken van wat is het meest handige en geeft hier dus aan waar jij het heen mag verschepen nou, in dit geval, dit product is in dit geval een oversized product. product dus wat een groter product Dus dan wilde hij dat ik het naar meerdere verschillende warehuizen verschreef. Dat kun je hier ook zien. Het zijn er drie in dit geval. Maar als je een wat kleiner product hebt, dan uh, gaat het meestal naar één warehuis. Dus dan kan je dat gewoon doorgeven. Dus het adres hier, dat is dus het warehuis van Amazon. Dat hebben ze hier gewoon aangegeven. Die kun je ook Google vinden waar dat dan precies is. Dat geef je dus weer door aan je verscheper. Dus in dit geval Flexboard. En dan weten zij dus precies welk waarhuis het moet zijn. Leggen zij ook contact met Amazon. En spreken ze een arrival date af. Vervolgens, uh, als jouw producten in Amerika zijn. Die arrival date is aange aangekomen. En jouw producten zijn bij Amazon. Dan zul je dus in jouw Amazon Seller Central app. Of in de Amazon omgeving. Dus hier op je computer. Zal jij. Zien dat het nummertje van 0 available. Ik zal het ook heel even laten zien wat ik precies bedoel. Hier bij inventory zie je hier nu 0 available staan. Maar dat gaat dan langzaam omhoog naar 10, 20, 30, uiteindelijk misschien wel 100. Dat ligt aan hoeveel je hebt besteld natuurlijk. En dat schiet dan gewoon eigenlijk als een, in een soort batches op available. En dat komt omdat ze, zeg maar, omdat ze op het moment. Dat het bij een warehuis is. Dus jij verscheept alles naar één warehuis. Gaan ze zelf nog meer onderverdelen onder alle warenhuizen. Dat ze snel snelle levering kunnen bieden ten opzichte of uh, voor jouw klanten. Dus vandaar uh, dat, dat je die uh, producten langzamerhand op Available ziet springen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips die ik kan geven. Rondom um, het hele beschermingsproces. Ik hoop dat het voor jullie allemaal wat helderder ook is. Zoals ik al zei, ik hoop dat het voor iedereen helder is. Uh, dit was het hele proces van A tot Z. Hoe je nou precies moet verschepen. Ik, veel van jullie hadden gewoon die vraag. En ik wilde daarbij gewoon even wat helderheid scheppen. Voor alle mensen die nu nog kijken en als je nu nog kijkt, dan neem ik eigenlijk wel aan dat je wel een serieuze Amazon seller wil worden. Dat je echt serieus plannen hebt om echt iets te gaan doen met Amazon. En zo niet, eh, dan kan je nu misschien beter gaan Netflixen. Dan is wellicht dit businessmodel niet voor jou weggelegd. Maar mocht je nou serieus zijn, mocht je echt serieus plannen hebben om eh, Amazon, op Amazon producten te gaan verkopen, dan heb ik nu nog even iets heel speciaals voor jou. Ik heb namelijk de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan een gratis training die jij kan volgen. Het is een training die je absoluut niet wil missen. En hij staat ook tijdelijk online. Dus wees er gewoon snel bij. Hij staat hieronder in de beschrijving. Je kunt hem gewoon gratis volgen. Dus als jij serieus wat met Amazon wil gaan doen. Je wil je financiële vrijheid bereiken, je wil misschien meer tijd met vrienden, familie. Of misschien wil je wel gaan reizen. Dan zul je gewoon die eerste stap moeten zetten. En een van die eerste stappen is gewoon het volgen van die training. Ik heb zelf ooit ook zo'n soort vergelijkbare training gevolgd toen ik ben begonnen met mijn Amazon avontuur. En kijk waar ik nu beland ben. Dus ik zou zeggen: kijk gewoon die training. Het is een uurtje. Je moet het gewoon kunnen. Het is echt niet zoveel tijd. En in deze training gaan we gewoon van A tot Z het hele Amazon proces bespreken. Dus klik hieronder in de beschrijving op de link. En vergeet het vooral niet. En volg gewoon die training. Oké, okay, jongens, bedankt voor het kijken, voor allemaal. Stel je vragen vooral hieronder in de comments als je nog vragen hebt. Like ook even en abonneer op dit kanaal als je echt meer wil weten over Amazon. En meer van dit soort waardevolle content wil zien. En dan zie ik jullie in de volgende video.